CASA, het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem, bestaat maar liefst 15 jaar. Ze hebben een mooi programma en RTV Arnhem is erbij. De opening van het nieuwe architectuurjaar 2019, Nutopia, tijdens de viering van het derde lustrum van CASA. We zijn 15 jaar jong. Hoera! Gefeliciteerd met 15 jaar CASA, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem. Hoe kijk jij terug op al die jaren? 15 jaar is best lang. Als ik terugdenk op 15 jaar geleden, toen hadden we het over de drugsboot. Toen hadden we het over wat gaan we met stadsblokken doen nadat de Floriade is afgeketst. Toen waren de stationstorens net opgeleverd. Het was eigenlijk een hele andere tijd met grootschalige plannen voor Rijnboog. En we weten dat dat allemaal anders is gegaan dan dat we destijds dachten. Ben jij in een gat gesprongen? Want we hadden natuurlijk geen Centrum voor Architectuur in Arnhem. Nou, er was een architectuurcafé. Dat was een charmant initiatief met kleine bijeenkomsten. En met een aantal mensen vonden we dat Arnhem een echt architectuurplatform verdiende. Waar het gesprek over de stad werd georganiseerd. En we zijn daar ons warm voor gaan maken. Dat idee sloeg aan. En daardoor zijn we 15 jaar geleden van start gegaan met CASA. We begonnen in het ketelhuis bij het Coberco-terrein. Ja. Wanneer zijn jullie naar de showroom gegaan? Wij hebben bijna 10 jaar geleden de showroom gelanceerd. Het was al een plek die geclaimd was door de kunstenaars van de Stichting Gang. Zij hebben deze overdekte voetgangerspassage verbouwd tot een plek voor kunst en cultuur. En wij zijn, toen wij uit de fabriek weggingen, met Stichting Gang gaan praten, maar ook met ontwerpplatform Arnhem, om dit een dichte ruimte te maken waar we het hele jaar door activiteiten kunnen organiseren. Het is bijna 10 jaar, Showroom Arnhem, in maart aanstaande 10 jaar. Ja, meneer Krauw, u heeft vanavond gesproken bij het jubileum van CASA, maar u bent ook de aangetrokken architect om het gemeentemuseum in Arnhem een facelift te geven. Hoe kijkt u tegen dat gebied aan? Nou, ik doe het niet alleen. We doen het met andere mensen van het bureau vooral. Maar ja, dit is natuurlijk een van de mooiste plekken bovenop die stuwwal. Met een hele mooie historie. En een goed museum altijd op die plek. Het museum was een beetje dichtgeslipt. Maar wij gaan proberen dat en op een mooie manier uit te breiden. En veel meer samenhang tussen het bestaande gebouw en de nieuwbouw te maken. En de omgeving en de natuur en de uitzichten er veel meer bij te betrekken. Wanneer start je met de bouw? We hebben net goedkeuring gekregen om verder te gaan met het ontwerp. We hopen dat die in 2021 klaar is. Dat is optimistisch? Dat is niet optimistisch als we nu door kunnen. En we nu dit keer wel een aannemer kunnen vinden en het budget niet een probleem is. Dan met alles wat er al gebeurd is, zouden we gewoon in 2021 klaar moeten zijn. Wat heel bijzonder is, dat jullie toch altijd maar weer een heel mooi programma op zo'n CASA-avond hebben georganiseerd. Ja, we hebben een hele goede programmaraad. En we hebben zelf ook de antennes uitstaan. We kijken vaak ook naar andere steden in Nederland of naar andere landen. Wat zijn daar de actuele thema's en kunnen we die thema's introduceren in het gesprek over Arnhem. Dus we proberen ook altijd wel te agenderen, te vernieuwen, te inspireren en aan te jagen. Nou, ben jij architect? Hoe kijk jij tegen Arnhem aan? Ja, Arnhem is fantastisch, maar ik kijk niet alleen naar Arnhem als architect, maar ook als inwoner, als natuurliefhebber, als hardloper. Het is voor mij echt een van de mooiste steden waar je kan lopen, met zoveel groen, dichtbij een centrum met heel veel mooie voorzieningen. Ik ben nu zeg maar 21 jaar geleden hier komen wonen, geen moment spijt van gehad. Nu ga jij weg als directeur van CASA en je blijft natuurlijk wel betrokken en je blijft ook die avonden inspreken en leiden. Wie gaat jou opvolgen? Mijn directe collega's, Ton Schulte en Inge Stevens, die ook al meer dan 10 jaar bij CASA werken, die nemen de directe taken over. Ton gaat de artistieke leiding doen en Inge gaat de zakelijke leiding doen. En dan wordt het voor jou een andere baan? Ik ben mezelf nu nog een beetje aan het oriënteren. Ik vind het wel fijn om een periode te hebben waar ik voor mezelf ook wat dingen kan uitzoeken. Wat wil ik gaan doen? En ik ben wel met wat mensen in gesprek om nieuwe projecten op poten te zetten. 2009, ook het jaar dat we de showroom openden, bijna 10 jaar geleden. Hier hadden we toen nog onze hoofdingang.
het zicht op de stad. En inmiddels is onze artiestingang nu de hoofdingang geworden. We zijn een beetje ingehaald door de ontwikkeling van deze tijd. Maar in het begin was dit echt nog een notspot. Het is nu een hotspot, maar het was toen een notspot. Hier kwam je niet. Dit was een voetgangerspassage onder de parkeergarage. De kunstenaars van Gang hebben dit, zeg maar, geclaimd als culturele projectlocatie. En we hebben daar samen met de jongens van Stichting Gang en het ontwerpplatform Arnhem een binnenruimte van gemaakt. En zo functioneert het voor bijna 10 jaar. We hebben op een gegeven moment een echte afsplitsing gehad van CASA, het departement tijdelijke ordening. Het is ontstaan als project binnen CASA, maar het werd op een gegeven moment wel een beetje experimenteel en een beetje te concreet in zijn ontwikkelingen. En we hebben toen besloten om los te koppelen van CASA. CASA zou het onafhankelijke neutrale debatplatform blijven, het DTO. Dat zou het experimentele laboratorium worden om in de tussentijd te gaan ontwikkelen. Rijboog. Grootste ambitie, masterplan van Manuel de Solaris. We hebben hem in 2008 ook uitgenodigd om te komen spreken. Dit was tijdens Partion in 2008, de mooie kunstexpositie in Eusebiuskerk. Hij kwam vertellen over al zijn fantastische plannen. Hij heeft over Rijboog geen woord gesproken. De verhoudingen waren op dat moment al niet heel erg goed. Die haven, die is begraven, die is er niet gekomen. Arta is ook in de Rijn geschoven. Edwin, jij hebt als oprichter van CASA ontzettend veel voor Arnhem, denk ik, betekent. Als platform voor de stad. En ik hoorde weer even die formulering die je net voorlas. Zoals Berry die heeft gedaan, die is natuurlijk fantastisch. Dat platform voor de stad, om het debat over architectuur en stadsbouw te voeden, dat heb jij op een fantastische manier geleid en gebracht tot waar het is. Er stond een interview met jou in de krant. Als geboren Maastrichtenaar heb jij de stad omarmd en jij zei, en dat vond ik zo mooi, ik weet niet, wie heeft het artikel gelezen? Arnhem is het mooiste binnenste buitenland. Het mooiste binnenste buitenland. Ik vind dat CASA altijd al heeft gegrosseerd in prachtige metaforen, maar deze kan wel in dat lijstje. Het mooiste binnenste buitenland. En die stad, dat mooie binnen-buitenland, heb jij in de afgelopen 15 jaar, dat heb je zo net treffend en prachtig geïllustreerd en over gesproken, ongelooflijk zien veranderen, maar vooral heel veel mooier zien worden. Vind je ook dat? Ja. En ik denk dat je niet moet onderschatten, ik wil heel graag dat je niet onderschat, welke bijdrage jij daar als leider van CASA en als vormbieder voor de stad om daarover met elkaar in gesprek te gaan aan hebt geleverd. CASA. Van harte gefeliciteerd met jullie 15-jarige verjaardag. Het is mooi om in dit gezelschap te mogen zijn. Mensen die eigenlijk die landschappen ontwerpen, gebouwen, woningen. En Arnhem heeft jullie gewoon nodig. En wij koesteren jullie ook. Waarom zijn jullie architecten zo belangrijk voor ons? Om te beginnen is het ongelooflijk hoeveel invloed de ruimte heeft op ons hoofd. Het doet iets met mensen. En architecten toveren met ruimte en materie. Hoe dat gaat, voelen we eigenlijk pas als het misgaat. Dan heeft iedereen ineens interesse voor architectuur. Sommige architecten kunnen de verleiding niet weerstaan om hun eigen punt te willen maken. Hun werk past dan niet bij de omgeving, het wijkt juist daar vanaf door mogelijk egocentrische motieven. Zulke architecten worden de macho's onder de kunstenaars genoemd. En ik hou van architecten die de magie begrijpen tussen de mens en kunst. Wat is dat wat jullie werk zo bijzonder maakt? Dat jullie beide kanten begrijpen en daar iets goeds, iets moois van maken. Enerzijds wat mensen nodig hebben, en dat is nogal wat. Ze zoeken bescherming in hun woning, maar contact in musea en andere openbare ruimtes. Verdieping in de natuur, maar snelheid op het treinstation. En anderzijds de enorme kracht van de schoonheid.
Wat is nou eigenlijk het hoogtepunt van CASA tot nu toe geweest? Nou, dat vind ik heel moeilijk. We hebben echt hele bijzondere momenten gehad. Presentaties van de plannen voor Arta met wereldberoemde architecten. We hebben bijeenkomsten gehad, Arnhemse Nieuwe, waar 300 mensen hier in een volgepakt showroom Arnhem zitten. We hebben bootreisjes georganiseerd naar Düsseldorf op de terugweg. Met de creatieven van de stad nagedacht over hoe Arnhem die relatie tussen de stad en de rivier kon verbeteren. Dus ik zou er niet echt eentje uit kunnen pikken. Ik zou er zo 10 kunnen noemen, misschien wel meer. En waren jullie gelijk al ingelijfd door de stad? Nou, wij hebben altijd wel geprobeerd om een onafhankelijk platform te worden. Dus de mensen uit de stad, architecten, ontwikkelaars, politiek, betrokken inwoners, die kunnen bij ons het podium krijgen en met elkaar in gesprek gaan over de stad. Welke gemeente wil niet zo'n kunstroute in zijn gemeente hebben? En dat allemaal met het Bauhaus als uitgangspunt en een school in de buurt die daar nog iets mee te maken heeft. Dus ik hoop dat die Nutopia hier dit jaar gewoon geldt en dat we een mooie aanzet kunnen maken om ook de route naar het museum nog even mee te nemen. En dan zorgen wij voor de rest.